als modemaker probeer ik om heel multidisciplinair te werken. Daarmee bedoel ik dat ik niet alleen collecties ontwikkel, maar met andere makers uit het kunstveld samenwerken om eigenlijk een breder beeld neer te zetten waar mode onderdeel van is. Zo werk ik bijvoorbeeld veel met film, maar ook veel voor muziekartiesten. Een cultuurverkenner is eigenlijk in mijn optiek de brug tussen het fonds en het stadsdeel. In mijn geval ben ik dus de brug tussen het AFK en Amsterdam-Noord. Probeer ik eigenlijk op een laagdrempelige manier mensen te vertellen wat een fonds kan betekenen voor hen als maker en hoe het hun verder kan brengen in hun ontwikkeling als maker. Ik ben een cultuurverkenner geworden omdat het op mijn pad kwam en omdat ik dacht, dit is eigenlijk wat ik al doe. Ik ken heel veel makers en ik vind het heel leuk om mensen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast merkte ik dat toen ik zelf begon met het aanvragen van subsidies, de wereld van fondsen helemaal niet kende. En het mij heel erg heeft geholpen om mijn eigen modelabel en mijn eigen makerschap een boost te geven. Waardoor ik ook het belang zag voor andere makers om meer te leren over wat is een fonds, wat kan het je brengen. Nou, wat mij opvalt is dat ik vaak autodidacte makers spreek die 1. Nog nooit van een fonds hebben gehoord. En 2. Als ze ervan hebben gehoord denken, oh maar dat is niet voor mij. Dus ik probeer dan als cultuurverkenner te vertellen dat ook al treed je buiten de gebaande paden als maker, dat je ook het recht hebt om een subsidieaanvraag te doen. En dan probeer ik vaak zo iemand rustig mee te nemen door de verschillende regelingen. En samen te kijken naar wat diegene wil gaan doen en welke regeling daar dan specifiek bij past. En het gaat niet alleen maar om een fondsaanvraag, maar het gaat vaak ook over, oké, ik zie dat je hiermee bezig bent, misschien moet je met deze persoon gaan praten, want die is met iets bezig wat heel goed past bij jouw werk. Misschien moeten jullie samen een aanvraag gaan doen. Dus het gaat vaak niet alleen maar over vertellen over het fonds, maar ook mensen met elkaar verbinden die eventueel samen een project aan zouden kunnen gaan. Noord is natuurlijk wel een plek waar het allemaal heel snel gaat. Het is een stad die heel snel wordt ontwikkeld, waardoor plekken heel snel oppoppen, maar ook weer verdwijnen. Dus het kan in die zin wel vluchtig zijn, maar daardoor ook heel intens. Wat je ook wel merkt aan de makers die zich hier vestigen, willen ook echt vaak iets doen met het stadsdeel of hier iets organiseren. Wat heel inspirerend is, maar ook heel handig. Als je als maker hier zit, kun je op die manier met mensen samenwerken en elkaar ontmoeten. Op die manier ontstaat er ook weer kruisbestuiving.